voor Carlos. Zie je dit, maat? Yo Kever, als jij dit ziet, ik hou van u. Hallo mensen, abonneer en like. Dat is mijn beste mattie. Paljas neemt de vlog over mensen, blijf kijken. Parkje Siebe. Banger. Yo mensen, welkom bij een nieuwe vlog van Spray Designed. We zijn vandaag weer een goede dinsdagavond sessie in area. Altijd bangers, altijd gek. Dus we gaan zien wat de boys vandaag weer gaan gooien, man. Rezzy. Oh yo, wat een kutje. Rezzy. Mensen, kijk. Hey. Oh, dit mag niet. Nu mocht je nooit meer in area komen. Nee, grapje. Hey. Deze ook dan. Hey. Hey. Komt hij inwaar? Ja. Eerst twee keer foam, dan ga ik eens even resi, twee tricks of zo gooien. Dan ga ik nog eens twee keer foam pit en dan ga ik naar de resi. Dat is Renzo zijn routine dus. En Ilian Luit is ook gewoon weer bij, hè? Beast. Wat is dat dan? Ilian Luit Entertainment. Ilian comeback mensen, jullie gaan clips zien en alles. Ja bro, die was perfect! Resi! Hey resi! Let's go! Resi! Willem en Martijn gaan flares doen voor een keer. Ik wil dus ooit flares maken. Nee, maar wel bekkels. Oh, ai, dat is goed, maat. Broer, hey, doe you kick in, man. En mijn bar ging zo. Kun je alles proberen? En daarom doet het zo'n pijn. Ja! Oh, die zijn taai, hoor. Die zijn echt taai. Gaat die man. Man. Hij gaat met zijn inline skates gaat die gek shit doen. Allee! Yo, die was goed man! Het gaat weer een resi sessie worden. Renzo gaat Fonti inwaar doen. Dus ja, dat wordt sowieso weer gek shit. En ik denk wel dat hij hem gaat hebben als hij gewoon goed landt, niet te flat. Het is weer dinsdagavond. Dinsdagavond hier zijn. En Willem, jongen, echt jammer dat je niet bij bent. Anders kon je misschien flares doen met Martijn. Maar volgende keer, jongen. Kijk die patas, kijk die patas. Oh, dit. Als je OG bent, weet je dit. Renzo gaat iemand doen? Nee, toch? Sick, echt sick. Juist. Paljas aan nee. Yo. Ah, combo heb ik. Backups, back. Oh, yo. Ja, backups. Ui, was dat kwad? Ja. Oh, damn, beef. Backups, Ilian, kom op. Yes jongens, daar ben ik weer. Jullie weten dat wij een uitstap doen naar Area 51 op 23 februari. Check dit even. Er zijn nog maar 3 tickets beschikbaar. Dus haal je nu je tickets. Misschien als deze video online zijn het er al minder. Maar nog 3 tickets beschikbaar voordat het helemaal uitverkocht is. Super vet evenement. En ik heb ook iets leuks voor jullie. Carlos zal ook tijdens dit evenement erbij zijn. Hij gaat net zoals de andere teamrijders voor super veel grappige momenten zorgen. En we gaan er een topdag van maken. Ik ga jullie niet langer storen en geniet nog van de video. Want er komt iets fucking vets op het einde. Goed man. Allee!
maar. Kijk, broederliefde. Ja, probeer. Sessie maar gehad en het was al zo grappig, ik heb al zoveel gelachen en zijn niet eens de gekste bangers gegooid, maar het was wel gewoon weer echt zo lachen, alles die weer gek shit hier en ze met zijn fucking Fonty inwacht. Het is altijd leuk in te gaan, maakt niet uit wie er is, gewoon het is altijd gaande en dat is nice hier aan. Carlos die is mijn buddy aan het doen, ik ga hem met mijn telefoon en deze camera tegelijk filmen, dus ik hoop dat het er goed op staat. Ga je naar huis? Ja joh, allee joh hè. Wel goed rustig joh. Jasper heeft een cadeautje. Hey Willem, helaas dat je er niet bij kon zijn vandaag. We houden van u. Daarom heb ik nog een paar van deze gemaakt. Deze zijn de standaard, de beste. Maar speciaal voor Willem hebben we ook deze afgedrukt. Ja. Dus mensen, de comment met de meeste likes krijgt deze van mij. Ik hou er eentje apart. Dus mensen, jullie zien het, Will Steezy. Kijk, wacht. Hey, we hebben er nog eentje. Thomas Papen. Heel jammer dat jij er niet bij bent vandaag. Maar van u hebben we ook mooie fotootjes. Giveaway soon. Wat flip. Het is gedaan met de bangers, maar in één keer wordt het gek. Carlos zit ook, Gino gaat. Oh, de Christine! Lekker. Het is nog maar een half uurtje of zo, maar volgens mij gaat er nog steeds echt gekke shit gegooid worden. Dus blijf zeker kijken. De blauw duimpje omhoog nog, abonneer op ons kanaal als je dat nog niet hebt gedaan, want dat gaat super belangrijk zijn in de toekomst. Yo! Ik zweer, die zijn echt wel goed! Voor Carlo. Nee, dit, maat. Kwart over één, ik ben net klaar met het editen van onze gloednieuwe video die jullie zo net hebben gezien. Ik zweer het, wat Carlos gedaan heeft, echt nog niemand in Area 51 gedaan. Ik denk zelfs niet eens echt in andere skateparken. Dit was in 5 minuten, hè. Dus echt serieus respect naar Carlos. Het was weer een superleuke sessie. Ik hoop dat jullie van de video hebben genoten. Abonneer dan zeker weten, duw op dat blauw duimpje omhoog. Laat een berichtje achter en dan zien we jullie bij de volgende video. Later!